dames en heren. Vandaag in Oud Goud de volgende onderwerpen. Een fietstocht door Zuidwest-Salland. Een bekende zoals persfotograaf. En loophulpmiddelen bij de vogellanden. Wij beginnen met een fietstocht, georganiseerd door vrijwilligers van Fiets en Geniet. Vandaag was de route door Zuidwest-Salland. Voor u is het nu, kijk en geniet.
En dank u wel. Liggend kan komen, hè? Dat duurt altijd wat langer, hè? Toevol. Ja. We hebben genoten hoor. Ja? Ja, dat ja, was mooi toch.
Ja, we zijn weer terug bij de sporthal in Zwolle-Zuid. En we interviewen de heer Jansen en mevrouw... Van Achteren. Van Achteren. Mevrouw Van Achteren. Waar komt u vandaan en waarom bent u hier? Ik kom uit Dedersvaart en ik vind het leuk om met een groep te fietsen. En ik doe dit voor het zesde jaar al. Zes jaar? Ja. Zo. En iedere keer met een dagtocht ook? Dagtochten. Op een dagtocht? Ja, dagtochten doe ik ook altijd mee. Ja, dat vind ik heel leuk. En u, meneer Jansen? Dit is mijn vierde jaar. En ook zo op een gegeven moment elke week gezellig met de groep uitfietsen en onderling in contact. En die zijn geweldig. Ja. Gaat u ook altijd mee met de dagtochten? Ik ga zeker mee als ik dat kan. En dat bevalt ook heel goed. Het zijn ook wat langere tochten dan de oorspronkelijke op de woensdagmiddag. Ja. En dat iets langer vind ik altijd prettig. Ja. We zitten hier nog net aan de rand van het regengebied. Dat wilden we graag kort maken. Maar gaat u de volgende keer weer mee? Ik ga zeker mee. Ja, als ik kan, ga ik mee. Oké, hoe vond u de tocht vandaag? Echt schitterend mooi. We hebben ook alles mee. Ja, want je tegel gaat en echt was, goed weer, hè? Ja, het was goed van eten ook. En ja. Dus altijd heel leuk. Maar u zei net dat u van Dedersvaart kwam, mevrouw? Ja, ik kom uit Dedersvaart. En dan komt u ook op de fiets hier naartoe? Ja, dan kom ik altijd op de fiets hier naartoe. Dus, dan heb je eigenlijk al een hele tocht achter de rug. Ja, vandaag heb ik eerst al 33 kilometer gefietst en zometeen ook weer terug. Dus, we zijn om 10 uur hier gestart. Ja. Hoe laat moet u dan van huis gaan? Kwart voor acht ben ik van huis gegaan. Ja. En u bent een Zwollenaar, hè? Ik ben een Zwolle, ja. Dus u hoeft niet zo ver te fietsen? Nee, ik ben om 9:30 van huis gegaan. Ja. En dan haal ik hem altijd een vriendin op. Ja. En dan rijden we samen altijd naar de startpunten. Ja. Oké, u bent nu met z'n tweeën dus ook mee geweest vandaag? Ja. Oh, leuk. Ja. Zeg, bedankt voor het interview. We gaan het gewoon afzetten. Ja. Het te gaan regenen. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Heel veel succes naar Dedersvaart. Ja, dankjewel. Ik hoop dat u droog open komt. Ik ben niet van suiker. Nee, dat is waar. Nee. Meneer Smallebroek, we zijn nu weer terug. Ja. Hoe heeft u het ervaren? Heerlijk. Ja? Een prachtige fietsdag. De weerprofeten begin van de week waren niet zo gunstig. Het zou allemaal regen zijn. Maar we hebben overwegend zon gezien. En de wind was voor ons heel goed. Vanmorgen eerst wind op de neus. En vanmiddag de wind op de staart. Nou, wat moet je dan nog meer? U bent een van de medeoprichters van deze club. Nou, dat is een beetje te ver gezegd. 15 jaar geleden is dit begonnen onder de auspicie van de NTFU. En Zwolland in samenwerking met Wijs is begonnen om dit ook uit te voeren. En ik draai de laatste 10 jaar mee. Dus de eerste 5 jaar gaat buiten mijn competentie. Maar u bent wel heel actief daarin. Ik doe er vrij veel in. Ja. Ik krijg af en toe thuis moppers van doe nou eens even wat anders. Maar ik vind dat heel plezierig. 36 tochten per jaar, waarvan 4 een langere afstand. De normale tochten die zijn rond de 30 kilometer, alleen maar 's middags. Op van alle verschillende plekken van de stad. En 4 keer gaan we verder de stad uit en nemen gezellige lus onderweg. De mensen vinden het heel plezierig. Die zijn echt een middagje of een dagje uit. Ja. Je kan dan onderling ook de sfeer wel. Men kent elkaar langzamerhand een beetje en men kletst en men praagt elkaar een beetje. Nou, prima, heel erg goed. Hoeveelste tocht is dat die u georganiseerd heeft? Ja, als wij 36 tochten per jaar doen en maal 10, dan heb je al 360. Ja, ik wil het goed rekenen. Ja, het lastigste is dat je voldoende medewerkers hebt om het mee te organiseren. Want per groepje, de groepjes die willen we niet groter hebben dan 20, 25, want anders wordt de harmonica te lastig, de fiets te lastig. Dus kleine groepjes, maar wil je verkeer een beetje regelen en tegenhouden, dan heb je 3, 4 mensen per groep nodig. Ja. Nou ja, als je dan met 3 of 4 groepen gaat, tel maar uit. Ja. En niet iedere begeleider kan elke week. Ja, dat is wel eens lastig. U fietst niet in de winter door, hè?
Nee. Dat komt deels omdat het niet altijd vertrouwd door de weg is. Als het wat nat wordt vanwege de sneeuw of vorstigheid, is het risico te groot. Ja. En kijk maar naar oudere mensen, de opa's en oma's, rond de kerstdagen en de Sinterklaas moet voor de kinderen en kleinkinderen ook altijd van alles organiseren. Ja. Dus dat is een periode, dat hebben wij rust en dan kunnen we eens even uitzoeken voor een nieuwe route voor het aankomende jaar. Hoe luidt het seizoen, van wanneer tot wanneer? Zeg maar half maart tot half november. Oké, we zullen zien. Ik geef u wel eens een. Dank voor het interview. Graag gedaan. We komen rustig even langs als je nou wat meer wil zien of weten. We fietsen alle hoeken van de stad op. Er komen misschien langs plekjes die jullie helemaal nog niet kennen. Een voorproefje van het programma Mens voor de Lens met hierin een bekende Zwolse persfotograaf, Harry ten Klooster. En is dit alleen van u of is het ook van collega's? Nee, dat is van Frans Paalman, Pedro Sleuter en van mij. Dus van jullie vieren is dit een jaaropzicht? Dat waren in die daar zeg maar de meeste bekende fotografen waarschijnlijk. Althans die het meest onderweg waren enzovoort. En dat heeft geresulteerd in wat ik een prachtig boek vind. Ja, ik heb er even in zitten bladeren, maar ik heb ook prachtige foto's gezien. Dankjewel. Ja. Van mij ook? Van u ook, ja zeker. Ja. Leuk. Ja, mooi hoor. Okay. Maar goed, nu bent u dus gestopt als persfotograaf. Maar u heeft natuurlijk ook nog wel andere hobby's. U zit vast niet thuis achter de geraniums. Nee, wat ik al eerder vertelde, dat op een gegeven moment moet je gaan... jezelf af gaan varen wat je wilt. En dat zat dan een paar jaar te boeren. Als je fotograaf bent, of mag zijn, moet ik bijna zeggen, dan betekent dat je dus tijd vrij plant. Yeah. En als je tijd vrij plant en dus elke keer beschikbaar bent om foto's te maken, als er maar ergens wat gebeurt, dat is prima, dat is een goede instelling, zou ik maar zeggen. Maar dat betekent dat je voor jezelf niks kunt plannen, privé. Dit wordt in zijn geheel op 9 juli om 6:10, 6:04 en 6:10 s'avonds uitgezonden. De herhaling is op zondag 10 juli op dezelfde tijd. Dag dames en heren. Vandaag zijn we hier te gast in revalidatiecentrum De Vogellanden. Naast mij staat Ank Mollema. Hallo. Dank je. Ank, jij bent hier fysiotherapeut in De Vogellanden. Ja. Met welke hulpvraag komen cliënten bij jou? Nou, de meest belangrijkste vraag voor mensen is vaak van ik wil weer gaan lopen. Dat is een van de belangrijkste vragen. En dat sluit natuurlijk ook aan bij waar we het hier over gaan hebben. Een deel van ons werk bestaat dus uit het leren lopen weer met loophulpmiddelen. En er zijn heel veel verschillende mogelijkheden voor. Dat hangt natuurlijk heel erg af van wat je mankeert, ja. Waar het probleem zit. Ja, met welke mogelijkheden. Zijn hier vooral mensen die een ongeval hebben gehad of ook met ziektebeelden? Ja, eigenlijk beide. We hebben heel veel mensen die een ongeluk hebben gehad, maar daarnaast zijn er ook heel veel mensen die bijvoorbeeld een hersenbloeding hebben gehad of een herseninfarct hebben gehad. Ik denk dat dat een van de grootste delen, doelgroepen is. Ja. En daarnaast zijn er ook mensen bijvoorbeeld met Parkinson of multiple sclerose die waar een periode het wat slechter gaat of die toevallig een klein letsel hebben gehad, waardoor zij natuurlijk in de problemen komen waar iemand anders zich wel mee redt. Als je een been gebroken hebt, dan hoeven wij niet opgenomen te worden, maar iemand die MS heeft of Parkinson, die komt dan vaak in een wat kwetsbare situatie waardoor hij of zij hier wel moet komen. Dus, maar de range van het ziektebeeld is eigenlijk heel groot. Ja. En daarnaast zijn er ook nog mensen die hier vanwege kanker behandeld worden, die hebben een speciaal revalidatietraject, maar dat is maar een aparte groep. Maar onze grootste behandelclusters bestaan uit neurologie, dus zijn mensen met hersenletsel, niet aangeboren hersenletsel en mensen met amputaties en breuken, dat zijn de andere grote groep. Wat is het allermooiste wat jij ooit hebt meegemaakt na een proces, behandelproces? Ja, ik vind het mooiste, een van de mooiste dingen is ook wel geweest dat ik iemand die kwam hier binnen, was blind geworden door het ongeluk, had vrij ernstige breuken en die man die zei, ik wil weer gaan golven. Dus iedereen verklaarde hem helemaal voor gek. Maar uiteindelijk heeft hij bereikt dat hij weer is gaan golven met een vriend. Hij kon natuurlijk zelf helemaal niet zien waar die bal heen ging. Maar hij vertrouwde op zijn vriend waar hij mee ging golven. Dat hij zei, nou ja, het is 25 meter, 30 meter. En zo, en je moet links of rechts, dat kom je tegen. En die man heeft daardoor ook wel heel veel bereikt. Want die is wel gaan staan en wel kleine stukjes gaan lopen. Terwijl iedereen had gezegd, dat kan je nooit meer. Nee. Dus dat zijn
wel leuke dingen, dat mensen toch zo gedreven zijn om het zelf op te pakken. Ja. En we moeten ook echt altijd uitgaan van de hulpvraag. En dan soms denken van dat kan helemaal niet en dat is ook vaak zo, maar dan ga je mensen dat niet vertellen, dan ga je dat langzamerhand, laat je het ervaren. Wat heb je nodig om weer te gaan golven of weer naar school te gaan? Nou, om te gaan golven moet je zelf op die golfbaan kunnen komen. Nou, hoe gaan we dat doen? Nou, je moet, het is toch handig als je staande kan golven. Nou, we hebben die man leren staan. Ja. Weet je, zo hebben we dat opgebouwd en nog niet gezegd dat het niet zou kunnen. Dus op die manier ga je uit van wat iemand wil. En dan ga je met je professionaliteit ga je kijken van hoe gaan we dat oplossen. En dan ga je niet zeggen van dat kan nooit. Nee. Je gaat, en dan op een gegeven moment zal iemand zelf al zeggen van nou, ik moet toch niet meer gaan golven, ik moet iets heel anders gaan doen. Als sommige mensen gebeurt dat. Ja. Dus op die manier, zo werk je eigenlijk vanuit de hulpvraag. En dan ga je professioneel kijken van wat markeert die persoon, wat kunnen we oplossen. En wat kunnen we ook anders compenseren, want sommige dingen zijn niet op te lossen. Dan moet je gaan kijken of je het op een andere manier kan oplossen. Als iemand nooit meer kan lopen, dan moet je kijken of hij via een andere manier zich toch kan verplaatsen. Dat zijn eigenlijk twee verschillende stukken. Ja, ja. Je leert het lopen en je leert hem compenseren. Vaak als je het eerst geprobeerd hebt. Dan zie ik, je hebt hier een hele rij met hulpmiddelen. Ja. Zullen we aan deze kant beginnen? Ja, nou, dit is een vierpoot, zoals iedereen dat wel kent. Het voordeel is van deze vierpoot is dat hij stil blijft staan. Dus als je wegloopt, blijft hij wel staan. Je kan hem met één hand gebruiken en dat kan dus heel handig zijn als je bijvoorbeeld net een herseninfarct hebt gehad, waardoor je ene arm verlamd is en je been nog niet sterk genoeg is om weer te lopen. Zo kan je deze gebruiken. Geeft dat voldoende steun? Ja, je kan zelfs heel scheef erop lopen, dan hoef je bijna niks te kunnen. Daar zijn wij natuurlijk niet zo blij mee. Maar in principe geeft hij heel veel steun. En hikken ermee, dat doe je eigenlijk niet zoveel, maar dat zou ook kunnen. Hij geeft heel veel steun. En je kan hem zo omdraaien naar de andere kant. Dan moet je dat zo doen, dan heb je gelijk de linkshandige of de rechtshandige. Dus als je een grapje met iemand uit wil halen, dat lukt nog niet. Dan kan je zeggen, geef mij een linkshandige vierpoot. Dat is gewoon dezelfde poot, maar dan andersom. Dus dat is een heel middel. Wordt vooral bij mensen met een herseninfarct ingezet. Stel dat jij zo'n vierpoot leent bij een welzorgwinkel, wordt jou dat dan ook verteld? Ik weet het niet of dat altijd verteld wordt bij ons komen. Wij krijgen ze natuurlijk van hieruit en hier kunnen ze snel instellen. Yeah. Sommige mensen vanuit een thuiszorgwinkel komen met de kruk bij ons en die gaan het laten op. Dus jij zegt anatomisch handvat, wat bedoel je daarmee? Anatomisch handvat is een handvat wat de anatomische lijn van je hand volgt. Waardoor je dus, als je hier kijkt, heb je een heel smal steunvlak en hier sluit het meer aan op de boog van je hand. Waardoor je, zeker als je langer met een kruk moet lopen, waardoor dat prettiger loopt. Het zit sowieso veel lekkerder, voel het maar gewoon even. Het verschil, als je er druk op zet, de druk is nu te hoog voor jou, maar het voelt veel lekkerder dan als je dit hebt. En wanneer gebruik je deze krukken? Deze krukken kun je dus gebruiken als je twee krukken gebruik je vaak als je been bijna helemaal niet mag belasten en je armen wel mag belasten. Dan gebruik je twee krukken en dan kan je dus bijna, je kan ermee hinkelen, je kan je benen een beetje belasten en je kan hem ook wel meer belasten. Dat kan allemaal met krukken. Okay. En hier zitten vaak natuurlijk met mensen die ook hun arm gebroken hebben. Dan is dat wel weer eens lastig, dan hebben we ook nog een ander soort kruk waar je elleboog op leunt. Die kunnen jullie bijstaan, maar zo moet je dus een beetje aanpassen aan de omstandigheden. Wat zijn iemands mogelijkheden en ook wat zijn iemands beperkingen, moet je toch je hulpmiddel op inzetten. En dit is dan een stok, die geeft minder steun, net zoals de elleboogkruk, die blijven niet staan. Die vallen altijd. Ja. Dat is het voordeel van die. Dat is waar, ja. Die ben je altijd kwijt, deze. En de wandelstok, wordt die echt ook gebruikt voor revalidatie? Ja, voor de overgang vaak van bijvoorbeeld van dit naar niks gebruik je vaak een stok. Okay. Dus, en sommige mensen met breuken, die gaan ook eerst naar elleboogkruk, dan gaan we naar, meestal is het ter afbouw. Okay. En sommige mensen vinden juist een kruk heel fijn, want het lijkt dat je gebroken been hebt gehad. En die vinden dan dit voor bejaarden. Ja. Maar dit geeft gewoon minder steun. Okay. Dus dat is iets, is een klein verschil. En deze? Ja, dat is het rekje. Een looprekje? Mag je dat zo noemen? Ja, dat mag je zo noemen. Ja. Dat blijft ook staan. Dat is het voordeel dat het blijft staan.
En je kan er dus gewoon zelf bij staan. Maar het wordt ook meestal gebruikt als iemand wat wankeler ter been is. En dan kan je de trekjes, dus de laag van mij, dan kan je het rekje naar voren zetten. Dan zet je één voor één een been naar voren. En dat kan je dus gebruiken. Als je heel weinig mag belasten, zo kan ik echt heel veel steun op mijn handen zetten en mijn andere benen bijzetten. En je kan het ook gebruiken als je gaat hinkelen zo. Dit soort dingen kan je ook dan gebruiken. Dan is het steviger. Is het steviger dan? Ja, maar laat het eigenlijk niet zo geschikt om mee te hinkelen. Dat is wel wankeler. Die gebruik je meestal als je doorloopt. Het nadeel van deze is ook dat je dus je blijft een beetje met zo'n ene pas en dan ga je die andere aansluiten. Dus dat is het is allemaal wat langzamer. Okay. Maar het is wel vaak goed om te beginnen en veilig. Dus, en dat die blijft staan is ook wel fijn. Want dan ga je daarna vaak naar een rollator of naar krukken. Dat ligt een beetje aan wat het is. Maar zo'n rollator rijdt natuurlijk ook weg. Ja. Dus, deze worden ook op polshoogte afgesteld? Ja, dus, maar en voor mij is het nu onder kun je ze instellen. En het kan zijn als je 2 meter bent dat ze niet voor je geschikt zijn. Of ze zijn oorspronkelijk toch gemaakt voor een bejaardentehuis. Ja, het zijn eigenlijk allemaal standaardmaten. Eerst wel. En het begint langzaam, want die krukken kunnen bijvoorbeeld al heel hoog. Maar rekjes kunnen nog niet zo heel hoog altijd. Dus voor mij is die meestal ook te laag, ook al is die op zijn uiterste. En dan zijn de oudere mensen vaak nog wat kleiner, of niet? Ja, dus dat is het voordeel. Deze zit, dit is dan een rollator. Die heeft ook 4 steunpunten, die blijft ook staan. Maar daar kan je natuurlijk niet zo goed mee hinkelen. Dit is wel wat, het kan wel, maar het voordeel is dat dit doorloopt. Dat is het voordeel. Dus je moet heel goed, je krijgt een mooiere beweging. En wat is dan het verschil tussen die rollator en je had eerder deze rollator is ook gewoon laag? Ja, die heb je ook gewoon laag. En het voordeel is dat deze heel licht is, dus die kan je zo opvouwen. En dan kan je daardoor zelf ook heel makkelijk in de auto zetten, omdat die zo licht is. Deze heeft nog snoeren. Sommigen hebben die kabels weggewerkt, die zitten in het frame, dat is deze ook niet. Maar deze is eigenlijk vooral gekozen omdat die licht is. En deze heeft de wielen iets zwengbaar, dat hier zit trouwens ook al wat. Hier. Maar deze loopt net iets soepeler, maar is ook veel duurder. Dat zal wel, ja. Ja, ja. En je hebt zoveel soorten dat je ook bijna geen advies meer kan geven welke. Dus, zo. Maar dat vraag ik me dan af, als er iemand hier komt en die gaat een revalidatieproces in, hebben zij dan al een rollator aangeschaft bij de welzorgwinkel of gaat dat op advies van jullie? Zolang als mensen hier verblijven intern, dan krijgen ze hulpmiddelen van ons. Okay. En als ze naar huis gaan, dan moeten ze iets of van de thuiszorg lenen of van de thuiszorgorganisatie lenen of huren. En soms schaffen ze zelf ook wat aan. Maar het ligt natuurlijk ook aan hoe lang de verwachting is dat ze het gaan gebruiken. Dus het is niet, vroeger leende je alles, maar dat is al niet meer zo. Nee, dat was vroeger. Ja, dat was vroeger, ja. Dus, dat is heel erg veranderd. Dus ik kan er geen ja of nee op de vraag antwoorden. Nee. Hey, en dan dit deze? Een elleboogrollator. Een elleboogrollator? Ja, zo noemen wij dat. Maar je leunt een beetje onderarmen, eigenlijk onderarmschaalrollator. Deze kan je dus gebruiken als iemand bijvoorbeeld een onderarmbreuk heeft en die hier dan geen last van heeft. Dan kan je toch steunen op je arm. Zonder, of vooral als je pols bijvoorbeeld gebroken is, dan kan je toch lopen. Dan moet wel je schouder goed zijn. En mensen met, vroeger was die eigenlijk heette die reuma-kruk, maar nu noemen we hem onderarmschaalkruk. Dus dat heeft niks met je rug te maken, dat je die heel erg want deze is ook te laag voor mij, maar hij kan dus niet hoger. Omdat, dat is het nadeel, die staven worden zo, die moeten dan zo hoog, dat geeft ook gelijk veel instabiliteit. Dus deze kan niet hoger, hij zit hier op zijn eind. Maar nee, je moet er juist rechtop, je moet er zo in staan, zo moet je erin staan. En dan kan je moet wel rechtop, maar in principe niks met je rug. Nee. Het heeft met je armfunctie te maken. Je hebt daar ook krukken van, die hetzelfde. Die werken net zoals de elleboogkrukken. Dan hier weer een hele andere. Ja. Dit is een hele speciale. Dit is een hele speciale, ja, dat klopt. Deze die doet het precies andersom. Als je dus eigenlijk een soort gas geven, dan rijdt hij. En laat je hem los, dan stopt hij. Dus bij deze dus precies andersom. Deze moet je dus. En zo rem je hem. En waarom is die andersom? Dat bij deze is eigenlijk alleen voor Parkinson-patiënten. Oh, okay. Natuurlijk, als die mensen
ineens stoppen met bewegen, is het wel fijn als dat... Dat hoort bij het ziekte weer? Ja. Dus Parkinson mensen gaan vaak door, die hebben moeite met stoppen. En dan, maar als ze dan ineens wel stoppen, dan stopt het in ieder geval de rollator ook en hebben ze toch bepaalde stevigheid. Ja, ja. En deze kan je ook heel goed op zitten natuurlijk, omdat je hem, het is een stevig apparaat. Hij staat heel stevig op de... En dan hebben we deze, is voor als iemand wel al een beetje kan lopen, maar net nog een beetje steun nodig heeft, dan heb je zo dat je met één hand, dat is de rem, dat is weer andersom, dat je met één hand kan lopen. Ja. Dus als je bijvoorbeeld door letsel je arm niet kan gebruiken en net wel steun hebt van een rollator die je nodig hebt of last van je evenwicht, of bij een hersenbloeding, dan kan je dit wel gebruiken om te lopen. Ja, ja. Zo, dat was het dan weer voor vandaag. De volgende keer kunt u kijken naar de volgende onderwerpen. De oprichting van de beweegtuin in Zwolle-Zuid. De voorzitter van Hercules. De jaarlijkse Solix-tocht ten bate van Intermezzo. De opening van de Sichels beweegtuin. En nog veel meer leuke onderwerpen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.